Ja, mijn naam is Jeanne-Marie van den Groenendaal. Ik ben docent bij Tilburg University in de opleiding Human Resource Studies, oftewel personeelwetenschappen. En daarnaast ben ik ook onderzoeker bij Tilburg University. En dan doe ik eigenlijk onderzoek naar ZZP'ers vanuit een loopbaanperspectief. En daarin zijn eigenlijk twee thema's centraal. Dus allereerst meer heterogeniteit onderzoek bij ZZP'ers. Dus wie zijn ze eigenlijk en op welke manier geven ze hun loopbaan vorm? En daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd in de arbeidsrelaties tussen ZZP'ers en opdrachtgevers. Van wat gebeurt er nu eigenlijk in de praktijk? En wat zijn ook de pijnpunten en hoe kunnen we daaraan bijdragen om die op te lossen? Goed, gaan we naar het onderwerp goed opdrachtgeverschap. Wij hebben daar een aantal jaren geleden al eens een keertje onderzoek gedaan, ook met de Universiteit Tilburg. Degenen die ons al wat langer volgen kunnen zich dat vast nog wel herinneren. En van hoe zit het nou met die, we noemden dat dan duurzame arbeidsrelaties tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. En wat kan je daar nou in verbeteren? Wij hebben de eerste vraag maar eens gesteld aan opdrachtgevers van, hebben jullie een actief beleid voor goed opdrachtgeverschap? Ik was er wel over verrast. Meer dan 60%, net iets meer dan 60%, die zegt, we hebben een actief beleid daarin. En wij hebben ook gevraagd van, waar staat nou goed opdrachtgeverschap voor jullie voor? Wat is dat nou eigenlijk? Nou, 20% zegt, nou, het gaat voor mij vooral over geen misbruik maken van de wat meer kwetsbare groepen in de flexmarkt. Iets meer dan dat je dat zegt, van het gaat ons om het sturen op een optimale samenwerking tussen ons als opdrachtgever en die zelfstandigen, zodat opdrachten ook gewoon inhoudelijk beter gaan. 9% zegt, ja, het gaat ons om de duurzame inzetbaarheid. Want als we niet investeren als bedrijf daarin of als branche daarin, dan krijgen wij misschien ook wel niet de juiste zelfstandigen over een paar jaar. Dan hebben we daar een mismatch. Dus daarom moeten we een goed opdrachtgeverschap doen. En 11% zegt, het gaat voor ons om ontbinden. Als wij goed opdrachtgever zijn, dan trekken wij ook de betere ZZP'ers uit de markt. En dan kunnen we ook gewoon blijven samenwerken met bepaalde zelfstandigen. Dus dat is voor ons het belangrijkste motief. Nou, Sjanne, wat vind je hiervan? Allereerst heel interessant. Wat ik dus net ook zag en wat je ook zei, Hugo Jan. Dus volgens mij 6 op de 10 gaf aan goed opdrachtgeverschap te willen investeren. Nou, daar word ik in ieder geval heel blij van. Want dat betekent dus dat er wel ruimte komt. Bij die andere slide met die nu open staat. Ik denk dat het echt heel waardevol kan zijn om dus inderdaad te gaan investeren in die duurzame inzetbaarheid van ZZP'ers. Jammer dat het percentage daar het laagst is. Maar ik denk echt dat als je daarin investeert, dat je andere zaken meteen meepakt. Dus als je inderdaad investeert in die duurzame inzetbaarheid, dan worden die ZZP'ers ook minder kwetsbaar. Dus dan pak je die eerste van, geen misbruik maken, die pak je meteen mee. En van daaruit komt er ook die optimale samenwerking, omdat je op die manier ook het netwerk en de professionele ontwikkeling van die ZZP'ers kunt ondersteunen, waardoor ze ook daadwerkelijk beter kunnen gaan samenwerken als ze dan bij jou in de organisatie zitten. Ja, want dat is ook een beetje jouw onderzoek en jouw achtergrond. Jij zegt van ja, je moet het iets breder kijken dan alleen maar die focus op dat die ene opdracht gewoon beter verloopt. Wat ongetwijfeld ook belangrijk is. Maar je hebt ook een groter doel. Er zou ook meer moeten gebeuren. Ja, absoluut. Ja, ik denk echt die duurzame inzetbaarheid. Daar zit nog zoveel ruimte om te gaan ontwikkelen. En dan pak je gewoon al die andere factoren ook mee. En dat klinkt misschien als een soort van utopia in de zin van, nou, dat is iedereen happy, healthy en productive op die arbeidsmarkt. Ja, en dat denk ik wel. En ik denk ook dat je dus daarmee ook als organisatie gewoon winst gaat pakken. Omdat je ze ook en gaat binden en je krijgt een betere samenwerking. Je hoeft je ook niet meer zo druk te maken om de kwetsbaarheid. Omdat je dus ze helpt en ze ondersteunt in die duurzame inzetbaarheid. Als in professionele ontwikkeling en netwerken. Een van de meer fundamentele discussies daaronder is natuurlijk ook dan van wie is daar nou uiteindelijk verantwoordelijk voor? Voor duurzame inzetbaarheid. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers? Waar ligt de verantwoordelijkheid zeker ook voor het individu zelf, de zelfstandige professional? En de derde misschien nog eens een keertje, ja, wat is de rol en de positie van de bureaus hier nou in? Maar wij eens even te beginnen over dat eerste dilemma. Wie moet hier nou voor zorgen? De zelfstandige of de opdrachtgever?
Nou, om eerlijk te zijn, ik denk wel die ZZP'er. Uiteindelijk, ja, je hebt de lusten en de lasten als ondernemer. En je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen hachje. Maar ik proef nu wel een beetje dat organisaties nog iets te veel zich terugtrekken. En denken, ja, jij bent hier de ondernemer, dus los het zelf maar op. En ik denk dat er eigenlijk met heel weinig moeite en gewoon door het gesprek aan te gaan, dat je wel al dichter bij elkaar kunt komen. En met hele kleine stappen die ZZP'er echt kunt ondersteunen. Dus ik zie daar wel een gedeelde verantwoordelijkheid, waar een organisatie volgens mij nog niet zo goed weten hoe ze dan kunnen breiden en op welke manier binnen de regels van de wet en regelgeving. Kan je eens een klein voorbeeld geven wat zo'n klein stapje zou kunnen zijn? Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, die ZZP'er gewoon eens een keer een soort van podium geven in de organisatie. Ik heb bijvoorbeeld heel veel interviews gedaan met ZZP'ers en zij gaven gewoon aan van als ik gewoon eens een presentatie mag houden over mijn kennis en expertise, dan krijg ik en zichtbaarheid in de organisatie, dan gaat het netwerkballetje rollen, ik krijg weer feedback op mijn kennis en kunde. En het mooie daarvan is, als je die ZZP'er dus podium geeft in de organisatie en hij of zij gaat dus de mogelijkheid krijgen om expertise te delen, dan krijg je die expertise ook. En dan komt daar ook weer een soort van beweging in binnen de organisatie. Interessant. Thijs, stel, jullie bemiddelen een bepaald profiel veel en ze zijn straks gewoon op. Of die groep zelfstandigen die zit niet meer op het kennisniveau dat jullie klanten willen. Daar hebben jullie ook last van. Vervolgvraag, ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor bureaus als Harvey Nash om die duurzame inzetbaarheid wel wat meer op de kaart te zetten? Nou, om even terug te pakken nog op het thema wat net besproken werd over bijvoorbeeld die kennisoverdracht. Niet zozeer dat daar aan de bureaukant een enorme rol gespeeld kan worden. Maar wat wel grappig is, dat de ZZP'ers zeggen van joh, ik vind het leuk om mijn kennis te delen en die kennis ook aan collega's over te dragen. En een veelgehoorde klacht als er extern ingehuurd worden, is vaak veel zijn extern inhuren en hij is weg, dan stroomt die kennis ook weer uit, daar hebben we er niks meer aan. Dus ja, dat is wel een reden om dan niet in te huren. Dus een ZZP'er, als ik het zo beluister, wil heel graag zijn kennis overdragen. De opdrachtgever vindt dat een enorm gemis dat niet gebeurt. Ja, wie daar ook de lead in neemt, op zich lijkt me dat een ideaal huwelijk voor kennisoverdracht. Ja. En ik denk dat die kennisoverdracht altijd wel een belangrijk punt is binnen een organisatie. Als het gaat om het opleiden op de hoogte houden van je kennis, dat is aan de bureaukant heel erg lastig te sturen. Mm-hmm. Je kunt moeilijk ZZP'ers aangeven wat ze zouden moeten gaan doen. We hebben daar wel gesprekken over, van welke kant het op gaat, welke ontwikkelingen we zien. Maar ja, dat is ondernemen. Ondernemen is ook investeren in je eigen kennis. En ook ervoor zorgen dat je relevant blijft. En dat je marktwaarde op het juiste niveau blijft. Dus dat is toch wel echt de verantwoordelijkheid van de ZZP'er zelf. Ja. Het enige wat je kunt doen is daar het erover hebben. Ja. Je ziet in deze periode, volgens mij was het ook nog iets wat in het onderzoek terugkwam. Er wordt juist nu minder geïnvesteerd in kennis en kunde in deze periode. We zien het ook terug dat mensen nu vooral heel veel uren aan het maken zijn. Veel meer als pre-corona. Op zich snap ik het ook wel, want op vakantie gaan ze niet bij, dan kun je beter gewoon doorwerken. En ik denk dat mensen ook wel toch wat angstig zijn dat het misschien zo meteen minder zou kunnen gaan en daardoor ook doorwerken. Maar dat gaat ook wel enigszins ten koste van opleidingen. Ja. En nu uren maken en nu zoveel mogelijk in ieder geval omzet draaien. Voor als het straks mogelijk minder gaat. Dus ja, onzekerheid brengt ook wel weer vaak met zich mee dat er op dat vlak weer minder geïnvesteerd wordt in opleidingen. Ja. Dus ik denk dat op dat vlak dit niet de beste periode is om relevant te blijven. Nee. Mensen hebben het of te druk. Ja. Of ze zijn bang, ja, ik heb nu geen omzet, dus ik ga geen geld uitgeven. Dat is een beetje de klassieke beeld, Sjanne. Zie jij dat in jouw gesprekken met zelfstandigen of heb je daar een genuanceerde beeld over? Ja, ik heb heel veel interviews gedaan met ZZP'ers. De teller staat inmiddels op 102 voor een bepaald onderzoek. Dat onderzoek is wel in 2018, 2019 uitgevoerd. Dus het is niet in de corona-situatie. Maar wat me wel erg opviel, is dat heel vaak wordt er gedacht dat ZZP'ers bijna niet investeren in een professionele ontwikkeling. Hè? Want ze zijn vooral uren aan het maken.
Maar uit die interviews bleek echt wel dat de grootste groep, en dan praat ik bijna over de helft, die hebben we dan de proactieve crafters genoemd, omdat ze echt wel investeren in die professionele ontwikkeling en echt heel duidelijk op zoek gaan naar, oké, wie wil ik in mijn netwerk en wat moet ik daarvoor doen? Dus die ZZP'ers die investeren echt wel in de professionele ontwikkeling en nemen daarin ook wel hun verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk is dat wel heel erg afhankelijk van de sector waarin ze werken. Ja, ja. We hebben ook even gevraagd, en dat kun je op de volgende slide zien, van wat is nou voor jullie het motief als opdrachtgevers om een goed opdrachtgeverschap te doen? Dat zegt ongeveer de helft, dat voel ik als een maatschappelijk verantwoordelijkheid voor onze organisatie. De tweede grote is 35% die zegt, ja, het gaat vooral, we doen het vanwege de binding met de goede kandidaten. Ik voel hier wel een zeker spanningsveld met de eerdere vraag over wat betekent het nou voor jullie? Want als je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt, dan heb je denk ik wel over een wat groter thema dan SEC. Het sturen op een beter rendement gedurende de opdracht, waarbij de individuele rol tussen een zelfstandig professional en de inhurende manager een heel belangrijke is. En wat we ook gevraagd hebben is, wat is voor jou nou de grootste belemmering als organisatie om het nu aan een goed opdrachtgeverschap te doen? Ja, 62% de mensen konden hier meerdere opties aan geven. 62% zegt ja, onduidelijkheid in wet of regelgeving. En dat heeft dan weer terug even met die hele wet DBA discussie te maken. Mag ik als organisatie nou wat een opleiding doen waar ook ZZP'ers aan deel mogen nemen? Of heel plat geslagen, sommige organisaties denken nog steeds, ja, als er een kerstborrel is, maar die was er nu niet, maar de volgende kerstborrel, mag ik dan nog een zelfstandige daarbij uitnodigen? Nou, die onduidelijkheid, die belemmert dit wel. En ik vind dit ook wel een belangrijke oproep richting de politiek, dat dit soort, en ik zie toch als een soort van sociale innovatie, niet belemmerd zou moeten worden door dit soort, wat mij betreft, goede initiatieven. 35% zegt ook van, of nee, 23% voelt weerstand bij zelfstandigen zelf. Oftewel, die zelfstandigen zitten er gewoon niet op te wachten dat een organisatie iets aan goed opdrachtgeverschap doet. Sjanne, ik vond het ook wel opvallend. Ook wel herkenbaar hoor, maar ook wel een stevig getal. Ja, absoluut. En naar die weerstand bij zelfstandigen, kijk, goed opdrachtgeverschap is natuurlijk heel breed. Daar valt ontzettend veel onder. En die weerstand, die zag ik ook terug in mijn onderzoek. Hè, dat organisaties zeiden van ja, die freelancer zit er niet op te wachten. En inderdaad, dat die freelancer ook zei van kijk, ik ben ondernemer, ik hoor er niet bij. Maar er zit wel een groot speelveld van vraag je die ZZP'er al mee naar alle teamuitjes? Mag die bij alle vergaderingen aanwezig zijn en bij alle kerstborrels? Ik kan me voorstellen, als je als ZZP'er ook bij andere opdrachtgevers tegelijkertijd werkt, dat het ook niet haalbaar is en dat je daar ook niet op zit te wachten. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we met z'n allen gaan definiëren, wat is goed opdrachtgeverschap nu? Is dat nou echt iedereen eigenlijk meezuigen in die organisatie? Of zit dat veel meer in dat bijvoorbeeld het podium pakken en gewoon het gesprek aangaan over, oké, waar heb je dan wel zin in? Waar zit je als ZZP'er wel op te wachten? En hoe kunnen wij als organisatie daaraan bijdragen? Dus dat betekent ook gewoon navragen bij de zelfstandigen die voor jou werken, of misschien wel nog interessanter bij de zelfstandigen waarvan je zou willen dat ze bij jou komen werken. Ja, ja, absoluut. Dus ga dat gesprek aan. En als je alles maar gewoon overheen rolt en je krijgt dan weerstand, ja, dan snap ik soms ook wel dat er weerstand zit. Maar als je dat het gesprek aangaat en echt probeert in te spelen en te anticiperen op de behoeften, ja, daar zit ruimte, daar zit de winst. Nou, ik denk en ik hoop ook wel dat het hele thema goed opdrachtgeverschap in de komende jaar, als we corona vergeten zijn, echt wel weer wat nadrukkelijker op de aandacht brengt. Want het is wat mij betreft een oplossing voor het punt schaarste, wat genoemd wordt als een hele belangrijke, en het binden daaraan. Maar ook om je rol te pakken in de hele maatschappelijke discussie, die toch een beetje leunt naar flex is slecht. Nou, er gebeuren ook slechte dingen in de flexmarkt, zeker in sectoren die wat minder in dit webinar waarschijnlijk vertegenwoordigd zijn. Maar gewoon laten zien wat je ook als organisatie doet om op een goede manier met externen te werken. Nou, dat is wat mij betreft een prachtig thema om de volgende jaren verder te verkennen. We'll be right back.